De plaatsing en de indeling in de supermarkt zijn niet zo toevallig als men zou denken. Vaak gaat er veel onderzoek aan vooraf. Welke trucs hanteren supermarkten om ons meer te doen kopen? De belangrijkste truc die een supermarkt kan hanteren, is ervoor zorgen dat mensen lang in de supermarkt blijven. Dus hoe meer dingen men ziet in de winkel, hoe meer dingen die men potentieel kan kopen. Dus hoe langer in de winkel blijven, hoe beter. Wat doet de supermarkt om dat te realiseren? De layout. Als blijkt dat een aantal levensnoodzakelijke producten achteraan in de winkel staan, dan betekent dat dat je de winkel volledig moet doorkruisen in plaats van gewoon vooraan je spullen op te pikken en weg te wezen. Dus je moet heel de winkel door, terug, en dan ben je ook al iets langer in de winkel natuurlijk. Ik denk dat nadenken over layout, zowel layout van een schap als layout van een hele winkel, dat dat heel belangrijk is voor een supermarkt. Aan sommige dingen kan men niet veel doen. Zware producten, een beetje meer producten in bulk, die gaat men meer onderaan plaatsen. Maar los van die beperkingen gaat men toch proberen de producten eigenlijk te plaatsen waar ze het meest impact hebben. Dat betekent dat producten die men het liefst verkoopt, men eigenlijk het liefst op hooghoogte gaat plaatsen. Producten die men het liefst verkoopt, dat zijn producten waar het meeste winst op maakt. Dat zijn vaak merkproducten. Anderzijds is het ook wel zo dat het voor bepaalde supermarkten die huismerken hebben, misschien wel interessant kan zijn om ook een huismerk op die hoogte te plaatsen. Nu, ooghoogte, dat hangt er vanaf wiens ogen. Kinderen hebben behoorlijke purchase power. Ja, die hebben niet het geld, maar die hebben wel de emotionele drukmiddelen om hun ouders die dingen te laten kopen. Dus dingen die kinderen graag willen hebben, zet je dan iets lager, maar dat is altijd op hun hooghoogte. Ja. Er is een interessante studie waar men gekeken heeft naar wat dan heet de end of aisle. Dus het eigenlijk het einde van een rayon. En wat blijkt, de producten die daar staan, het ging eigenlijk over drank in die studie, de producten die daar staan, die worden echt wel noemenswaardig meer verkocht. Het ging over stijgingen van 30% tot 170% meer verkoop. Dus dingen naast elkaar plaatsen, dat kan helpen als een soort herinnering. Van, hé, let op, ik ben er ook, vergeet mij niet te kopen. Dus Dat is alles is al een functie van dingen naast elkaar te plaatsen. Soms is het ook zinnig wanneer men naast het kattenvoer boeken over katten plaatst, is het opnieuw een soort herinnering van je hebt hier wat kattenvoer, dat betekent dat jij katten graag hebt. Je hebt eigenlijk al een boek over katten. Wanneer mensen aan de kassa komen, worden ze geconfronteerd met allerlei kleine producten. Waar is de plaats waar onze mentale kracht op zijn laagst is? Dat is aan de kassa. We komen aan de kassa, we hebben al een aantal keren nee gezegd. En dan zien we daar iets waar ons blik een aantal keer naar getrokken wordt. En dan zeggen we, ja, we kunnen het niet meer opbrengen om ons nog nee te zeggen. Wilt u weten welke supermarkt in uw buurt de goedkoopste is? Neem dan een kijkje op www.testaankoop.be/supermarkt.